kwalificeerde opnieuw een geval in de Tour en een ernstig, denk ik. Hoe reageerde je dan op Vinokourov, Bloemfontein en Astana weg in de Tour? Ja, het enige natuurlijk een geval van Zadre. Ik denk dat Astana vooral in staat bij Vinokourov. In de winterpartij in de basis. Dus maar hoe dat kan, ik heb er geen verklaring voor. Ik begrijp het niet. Ik ben waarschijnlijk te weinig intelligent om dit te begrijpen. Ik denk dat je niet alleen bent, het wordt veel, hè? Ik hoor inderdaad veel. Ik sta hier dan misschien even in de plaats van de mensen die proberen wel goed te doen. Je wordt er moedeloos van. Je hebt hier daar al eerst en vooral uw renners die natuurlijk op je bent zijn. En je probeert het aan de goede rijden te houden, je probeert het op een goede manier te doen. En dan ja, zijn er nog mensen die het versieren van zoiets te doen. Ik heb natuurlijk al afgezegd, ik ga aan mij van de 98. Organiseerd doping is leuk, ik kan me bijna niet meer voorstellen. Die vinden de familie wel. En die natuurlijk wel de kop aan die steelt. En hij doet dat in de voormiddag voor een tijdrit. Ik weet niet waar en wanneer dat gebeurd is. Het is ook niet meer belangrijk dat het gebeurt, dat het begonnen is. Ze gaat het dan nog met zijn eigen bloed neer. Als je de zaak Harry toch gevolgd hebt, als dan gezegd dat zijn moeder of zijn buren interesseert mij ook niet meer. Maar mij interesseert de schade die weer toegebracht is aan de sport. Toen ik nu in Godsnaam in mijn geval ga denken aan 2009. De manager van het toestel, hier staan ook weer gezinnen met lege handen op de duur. Ja, waar de vrouw moet toe komen dat Pania de spullen waar ik jaren geleden al gezegd heb en die ben je al lang afgelopen, moet u dit soort mensen geen proces hebben. Had je ooit gedacht dat Vinokourov dat in staat was? Kijk, het is niet omdat je een boel in troon hebt en een boel bent. Hè. Het is niet omdat je gekwetst en slachtoffer bent en of speelt. Dat je ook geen boel bent. Bloeddoping, blijkbaar ook bij de karakken. Heb je dat niet ook een beetje met je leven? Wauw. Ik cru dat niet zijn, maar ik denk dat je überhaupt beweert is dat bloeddoping niet ongezond is. Er zijn showbedrijven die voor de Zwitserland gaan bloedverrijkende kuren volgen. Het trekt ook mensenleven zelf, dat we niet vergeten in de medische wereld, dat is niet maakt. Om zich te blokkeren. Maar het is natuurlijk zo dat mensen die bloedtransfusie doen met hun eigen bloed of bloed van iemand anders op een schouder met een huurder op zijn kamertje, wat uiteindelijk in de streek waar we toe zaten. Maar als je uiteindelijk niet op die dingen zou zijn, dan vraagt men inderdaad af wat je bezig bent. Aanstaande verdwijnt het de Tour, dat is de enige correcte beslissing? Absoluut, ik denk. Jullie nog veel meer dan wij, echt. In ieder geval 2 weken onder een ruim druk, een soort van concurrentie of van thuisgaven, onder de zaak Rasmussen. Die is nog niet helemaal opgelost bij mij, we spreken en daar komt Vinokourov aan. We hebben in de test ook nog de Vinokourov, want dat wordt al een beetje veel. Ben je nog graag in het wielrennen? Begin je die vraag te stellen? Ik heb natuurlijk een groot probleem, hè. Ik ben bijna 2 pensioenrechters. Ik heb 2 linkse handen, ik kan niet anders. ik ben al 12 jaar uit het circuit van boekhouden verdwenen, dus daar hadden we ook niet meer recht gekomen. Dus ik ben wel gedoemd om verder te doen en ik doe het wel, om die jongens hier allemaal zitten. Ik heb ook mijn slechte families, waar ik mij verantwoordelijk voor voel. En laat me zeggen, ook zonder verder, ik weet dat we goed bezig zijn. Ik droom ervan om met Tom en de rest met die 4 overwinningen en die groene trui om met zo'n polemiek in elkaar te rijden en daar een knalfest te geven. Leeft er iets als je vergadert met de ploegen om het ja, echt grote kruis te houden? Ondervind je dan dat er zijn die daar minder graag naar luisteren? Ja, ik denk dat iedereen in principe graag naar luisteren, maar we gaan natuurlijk veel mogelijk in de rovel borstel. En dan moet je zijn om de moeder of tegen te zeggen, we stoppen morgen af en dan weet je wel overmorgen de marginale sport zijn dat de sport op televisie niet in verdwijnt. Of wel zeggen, kijk, de mensen die het Spanisch spelen laten hun contract uitdoen, dan laten ze verdwijnen. Wij opteren om het in versneld tempo te doen. Wij staan hier dus wel achter het 100% against doping programma van de UCI. We zijn ook al voorgesteld dat je ook
moet capabel zijn om het uit te voeren. De legcommunicatie in de zaak Vinkwies 29 dagen later, in de zaak Rasmussen, is absoluut geen toonbeeld van hoe het wel zou moeten. Ik ben weer een voorstander van het in de toekomst af te doen, dat we allemaal één reglement nemen, dat we het geld dat we nu aan de doping spenderen, de UC, laten zijn grote motorbudget van 80.000 euro op tafel gooien, het beste van het teammodelprogramma en het beste van het CSC-programma, individuele firma, gecontroleerd, die de controles doet, zeer streng. Bij mensen een dagmaking, hele kaart naar huis, bij de tweede dagmaking eruit voor altijd. Vanavond, dus in primair trouwens, is een vergadering van 20 dokters, misschien 19 nu, weet ik veel. Maar die willen zich ook associëren en willen ook zeggen, voilà, het is gedaan. Wij willen bij de vaccin de wereld blijven, maar we willen absoluut zero tolerantie. We willen graag niet meer dan wat we willen naar andere dokters gaan. Het is zo en niet anders. Ik denk als zij bekwaam zijn om dat te doen, dat zij en zij alleen ook bekwaam zijn om ons terug aan de dag te krijgen. Want dit zou dan een zeer sterk signaal zijn. Ik weet niet hoe het nu gaat lukken, als het gaat lukken. Het rieste van de zaak, vind ik ook, is dat misschien het hun en hun meningen zal versterken dat het niet valt. Morgen moet het me vanavond nog. Eén ding nog. Morgen valt, als dit er komt, dat wel Rasmussen aan. We krijgen misschien een nieuwe GDVrij. Volgende week, volgende zaterdag, de tijd is en het gaat niet geen wereld. Je kan nog 5 dagen topspot krijgen. Geloof je het nog? Kan je nog staan juichen? Geniet je nog? Maar ik geniet zeker van alles overleggen. Zeker. Ik heb altijd alle mooie tours gezien. Natuurlijk, het is voor mensen die hier leven zeer moeilijk. Maar alle druk die erbij komt, zeker maar ook in mijn positie als voorzitter van een paar associaties. Maar uiteindelijk, de koekliefhebber bij mij is toch mooie sport te zien. Dat er dan natuurlijk een paar mensen bij zitten die naar de toppiezen, dan moeten we er helemaal niet bij nemen. Maar ik hoop, het is een proces denk ik. Het is een proces die enerzijds is in 98. Het is een proces die vorig jaar dacht door het hoogtepunt gekregen heb. Maar ik denk dat dit het waarschijnlijk zijn van Strasbourg, en ik heb het ook al over gehad, dat dat is kleine de baas van de Tour de France. En hij denkt ook dat voor ons, voor deze sport, voor ons allemaal, organisatoren, en echte de federaties en ICI. Strasbourg, het start moet zijn van een nieuwe sport en al een hier en een keer vannacht. Kom af met de markt en met deze sportjes.